Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Parktheater Eindhoven. Jamie Atkins uit de Verenigde Staten is clown, jongleur en goochelaar. Hij schopte het van straatartiest in San Diego tot lid van de befaamde Cirque du Soleil. Tijdens het internationale theaterfestival van Edinburgh trok zijn show uitverkochte zalen. Critici roemden zijn hartverwarmende eenvoud en vergeleken Atkins met Charlie Chaplin en Buster Keaton. Clownerie, balanceren en jongleren doet Atkins met een natuurlijke flair. Hoewel alles wat hij aanraakt natuurlijk net iets anders doet dan hij wil. Om te beginnen de microfoon. Circus Incognitus met Jamie Atkins, geschikt voor alle leeftijden, op 12 april te zien in Eindhoven. 2016 is het 500ste sterfjaar van de Nederlandse kunstschilder Jeroen Bos. In dit herdenkingsjaar maakt de Nederlandse flamenco-gitarist Erik Vaarzon Morel een intiem muziektheaterstuk geïnspireerd op het werk van de schilder. Vaarzon Morel brengt voor deze productie toptalenten samen uit de muziek en de flamenco-danswereld. Op wonderschone wijze interpreteren zij het beroemde werk Het Laatste Oordeel en vinden duisternis, satire, waanzin en veel Spanje zich in muziek, zang en dans. Apocalypse, het mysterie van Jeroen Bos, op 17 april te zien in Parktheater Eindhoven. Chakra's en Chardonnay is een comedy over spiritualiteit en ijdelheid. Jan wil als spiritueel master doorbreken, maar zijn ego zit hem flink in de weg. Wanneer zijn sterdocente Shana ook nog haar eigen yogaschool begint om de hoek, ontbrandt een felle strijd tussen de twee goedheid- en rustverkopers. Hoe zit het met de loyaliteit van yoga-vriendinnen Merel, Neil en Carina? Gaan zij voor de verlichting of liever voor de Chardonnay? Een hilarische toneelcomedie over yoga, superfoods en menselijke tekortkomingen in de zoektocht naar rust en wijsheid. Chakra's en Chardonnay op 20 april in Eindhoven. Tot zover de cultuuragenda. Meer informatie op www.parktheater.nl.